Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik lost op. Welkom. Bij het horen van zijn naam beginnen sommige mensen al direct te gillen. Maar iedere poppenkast heeft een boef nodig en in Den Haag heet deze Geert Wilders. Maar wie is deze man nou eigenlijk? Nou, één ding is wel duidelijk. Geert heeft een hele warme band met de staat Israël. Een staat die het ook niet zo heeft op moslims. Wie het internet opgaat, die kan veel meer lezen over Geert. Je vindt bijvoorbeeld een verklaring van een mevrouw Quint de Roos, oud-fractiemedewerker van de VVD, die in 1991 tijdens het VVD-kerstdiner Geert in lallende toestand heeft meegemaakt. Zij was daar met haar man en na enkele glazen begon Geert Israëlische liedjes te lallen, vertelde dat hij in een kibbutz had gezeten, dat hij daar benaderd was door een Israëlische inlichtingendienst. Die inlichtingendienst hem heeft afgeholpen van zijn voorgaande vrouw, heeft geholpen aan zijn huidige Hongaarse vrouw en dat meneer zelf twee paspoorten heeft, Geert wel dus. Geert snapte op een gegeven moment dat dit allemaal niet zo handig was en voegde er een bedreiging aan toe, dat hiervan niets naar buiten mocht komen. Een jaar later heeft mevrouw Quint met haar man, die hebben samen een verklaring toch opgesteld, om die door te spelen aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst, zoals dat toen heette. Nou, die heeft daar blijkbaar niet zo gek veel mee gedaan. En toen de PVV zoveel succes begon te boeken, vond mevrouw Quint het tijd om deze verklaring in de openbaarheid te brengen. De vraag is dus ook waarom zo weinig mensen deze verklaring kennen. Die gewoon goed laat zien wat de agenda van Geert is. Bij mij is dus de indruk ontstaan dat Geert een Israëlische asset is, zoals dat heet in inlichtingentermen. Iemand die instrumenteel is aan de staat Israël, waarmee Israël invloed kan uitoefenen op de staat Nederland. En zijn vrouw, de Hongaars, is waarschijnlijk ook een Israëlische, die dan als handler optreedt. Het contactpersoon tussen Israël en Geert. Daar krijgt hij dus de instructies van. Nou, of dat zo is, dan moet u zelf maar uitmaken. De verklaring staat als link hieronder. En ik zal mijn stilstaand beeld ook nog even toevoegen. Dat is het dus, Geert Wilders.